Hey, wow, what a madness. Who is that? Ik ben vandaag bij Sony Music en het is ontzettend gezellig hier achter mij. Want vanavond vindt de release party plaats van het album Steenbok van BKO. Hij heeft maar liefst een jaar lang keihard gewerkt aan dit album. Bedenk toch net een andere sound ook. En ik ben heel erg benieuwd naar het verhaal achter het album Steenbok. Ik neem jou mee. Ik zeg, let's go. Ik heb niemand die me helpt op dit gebied. Bad Lil Shawty heeft een plan die ik niet zie. Het wordt duidelijker als ik me verdien. Ja, daar sta ik dan naast BKO. Ja, allereerst van harte gefeliciteerd met de release. Hoe voel je je nu op dit moment erbij? Ik voel me speciaal, man. Er zijn veel mensen gekomen die ik niet had verwacht dat ze zouden komen. En ik ben blij, man. Ja, Steenbok, dat is jouw horoscoop, gebaseerd ook op jouw horoscoop. Waarom heb je ervoor gekozen om een album eigenlijk zo te vormen naar jouw horoscoop? Ik weet niet, zo ben ik gewoon. In de zin van, ik ben iemand die streeft naar de top. Een steenbok staat ook op een berg, kan op een berg staan. Maakt niet uit in welke positie, hij komt boven. En dat is meer mijn boodschap die ik wil overbrengen. Najula, wat weet je van Steenbok, het album van BKO? Het is hard, het is echt gewoon mijn vibe, zeg maar. Want het heeft zo'n Amerikaanse vibe voor mij. En ik luister sowieso voor Nederlandse rap echt naar Amerikaanse vibe. En als het een beetje samenkomt, Picobello. Wat voor artiest is BKO om mee samen te werken? Ik vind het super fijn. De eerste sessie die we hadden was gelijk raak. We hadden gelijk 3 tracks gemaakt of zo. En die staan allemaal ook op het album. Dus ik ben echt super tevreden om. Ja, het is gewoon fijn om met hem te werken. Het klikte gewoon gelijk. Dus. Steenbok, zo heet zijn album. Is gebaseerd natuurlijk op zijn horoscoop. Wat is jouw horoscoop? Ik ben een ram. Oké. April? Yes. Heel toevallig, maar ik ben ook Steenbok. Ja, maar... ja, en dat snap ik wel waarom het zo klikt, ook in de studio waarschijnlijk. Het moest gewoon zo zijn. Ik ben Steenbok, hij is Steenbok. We hebben het gewoon samen neergezet, dus ik ben super tevreden, man, met alles. Steenbok is uit, is nu te streamen. Wat is nou jouw favoriete track van het album? Mijn favoriete track is Mind. Ik heb er echt veel, eigenlijk. Maar ik denk toch wel Mind. En Money A Lot. Dat zijn wel echt de 2 tracks dat ik denk van ja man, dat zijn wel echt mijn favorieten. En waarom deze tracks? Het is een opbouw, dus aan het eind komen al die instrumenten binnen. En dat vind ik gewoon tof, man. Mijn, omdat er gewoon heel veel emotie in die track zit. En ik heb er echt hard voor gewerkt om die track, zeg maar, tot stand te maken. En ja, daarom eigenlijk. Waar haal jij als artiest die inspiratie vandaan? Want je brengt toch weer op jouw eigen manier een andere sound. Ja, meer Amerikaanse invloeden, man. Travis Scott, Future. Dingen, melodieuze dingen hou ik van. En in Nederland? In Nederland, iedereen. Iedereen wel een beetje, maar nog steeds heb ik mijn eigen taste, je weet toch. Ik kan naar iedereen luisteren. En ja, je weet toch, iedereen doet het goed. Gewoon. Ja, jij mag sowieso storen. Yeah. Manpower is in the building. Maga bro. Sowieso. Ja toch, sowieso een major love. Sowieso naar wat je doet en shit. Dus we hebben een cadeautje van jou. Sowieso, je ken die merk ken je al. Ja, je toch? Ja, toch? Hey, wow, what a madness. Wie is dat? We gaan hem even checken. Ja, hij is wel echt heel hard. Wat maakt BKO nou een andere artiest? Hij heeft een andere saus. Ik kan echt niet anders beschrijven. Hij heeft echt een andere saus. Hij heeft echt een eigen saus. Bijvoorbeeld die... Wie zegt dat nou? Alleen hij kan dat. En een lid maken ook. Over jouw eigen kledingstijl gesproken, daar wou ik het al over hebben. Waar haal je daar weer inspiratie vandaan? Amerikaanse invloeden ook? Of? Ja, dat sowieso. Mijn zusje ontwerpt ook. Dus het zit gewoon in de familiestijl, altijd al. Mijn moeder heeft mooie dresses, mijn vader kan goed dressen. Dus het is gewoon iets wat in de familie zit. En ik heb iemand, ik heb altijd vision. En zo'n quattro vision, nou, dat is maar. Maar ja, het is gewoon Bims, man. Iedereen in Bims heeft talent en... Je weet toch, just put it in work. En het komt goed, man. Ja, man. Nou, je hebt genoeg mensen die je volgens mij nog moet groeten hier op je eigen feestje. En geniet ervan. We houden je in de gaten. En thanks voor je album en je muziek. Thanks, man. It's all love, man. Go stream that shit. BKO.music on Instagram. Go and check the album, Steenbok, nu online. Tata.